Welkom bij een nieuwe Hoontjes How To. In een van mijn vorige video's liet ik zien dat ik begonnen ben met airbrushen. Dat is inmiddels weer een paar maanden geleden en ondertussen heb ik ontzettend veel geleerd. Een van de dingen die ik geleerd heb is hoe je een airbrush schoon moet maken. Nou, vandaag heb ik weer een aantal modellen gespoten en is mijn airbrush, zoals je kunt zien, behoorlijk vuil geworden. Ja, we zien hier verf zitten. Ik heb ook verf gemorst, dus er zitten ook spettertjes op. En hier aan de voorkant, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, hij focust wel. Zit ook een heleboel verf, waardoor die gewoon niet meer goed werkt. Tijd om schoon te maken dus. Nou, om hem schoon te maken gebruik ik dit flesje. Dat komt van Airbrush Almere. Airbrush Service Almere en Airbrush Cleaner. Er zit niet meer zo heel veel in, zoals je ziet. Dat is een speciale schoonmaakmiddel voor een airbrush. Twee ragertjes die ik gebruik om alle kleine gaatjes en kiertjes schoon te krijgen. En straks hebben we nog zuurvrije vaseline. Geen gewone vaseline, want dat tast weer de naald aan en kan gaan corroderen. En dat willen we niet. Daarnaast heb ik een flesje met water. Dat is gewoon een doseerfles. Een uitspuitfles van glas met een airbrush standaard. Daar kan ik dan de airbrush veilig inzetten. En dan krijg je eigenlijk dit effect. Kijk. En dan gaat mijn airbrush nergens naartoe. Beschadigt hij ook niet. Nou, dit alles komt van een Airbrush Service Almere, niet gesponsord. No spon, nee. Maar ja, je kunt daar dus gewoon alles in één keer kopen. Super fijn. Nou. Al deze dingen kun je gebruiken handmatig. Ik ga in deze opname me er gemakkelijk vanaf maken. Want ik heb ook een, hoe heet zo'n ding? Een ultrasoonreiniger. En die ga ik gebruiken om de boel goed schoon te maken. Dit is echt een grote reiniging. Maar eerst zal ik laten zien hoe je handmatig het een en ander doet. Of in ieder geval hoe ik het een en ander handmatig doe. Nou, je hebt geairbrushed, dan ben je klaar. En dan zit er hier eigenlijk altijd nog verfresten in. Waar je mee begint is gewoon water erin. Ik heb hier één dopje. Dit is 120 milliliter en er zit één dopje airbrush cleaner in. Die doe je daarin. We moeten even zorgen dat de airbrush aangesloten is aan de lucht. En dan gaan we hem gewoon doorspoelen. Wat ik niet verteld heb, maar die ook nodig zijn, zijn een aantal badtipjes. Gewone wattipjes. Nou. En daarmee kun je eigenlijk als het ware, ik zal hem even in het midden zetten, kun je hier voorzichtig proberen een en ander schoon te krijgen. De particles die loskomen, die wil je niet in je airbrush hebben. Dus het is belangrijk dat je of door blijft spoelen tot hij helemaal leeg is. Of dat je hem goed leeg giet. Maar die verfresten die zijn echt heel vervelend. Pas ook op als je je wattipje er te ver instopt. Want daaronder zit dus de naald. En ja. Als je die raakt, dan kun je hem scheef duwen. Goed leeg spuiten. Je hoort hem op een gegeven moment sissen. Dat is een teken dat hij goed leeg is. Nou, vaak kun je bij een airbrush erin kijken. Ja, dit is heel lastig. Ik heb helaas geen goede lampjes. Ik zal er even het potje afdraaien en dan zie je hier nog een heleboel verf zitten. Wat ik zeg, ik heb hem erg mishandeld en dit wil je allemaal weg hebben. Hier ga je gewoon
met een wattipje langs. Het verschilt per verf hoeveel verontreiniging je hebt. De ene verf die blijft wat beter plakken dan de andere, zullen we maar zeggen. Zo. Dat wit wat je hier ziet, dat is een afsluitringetje. Dus dat gaan we er niet uithalen. Nou hebben we dit schoongemaakt. Maar vergeet niet, bij het bakje, kijk eens hoe vies, jongens. Haal daar ook eventjes een wattip langs. Hier kun je wat meer geweld bij gebruiken. Goede kwaliteit airbrush bakjes die blijven in vorm als het ware. Het is belangrijk om handmatig dus het een en ander eraf te halen. Ik heb wel echt geviezerikt trouwens. Ja. Ik ben nog doende, ik ben geen professionele airbrusher, dus ik vertel ook gewoon hoe ik dit avontuur aanga. Dus als jullie iets zien in de video en denken van nou, hondje, wat ben je nou aan het doen? Geef het vooral aan in de comments, want wat ik zeg, ik ben ook lerende. Ik doe dit nu een paar maanden. En alle masterclasses die links en rechts gegeven worden en workshops zaten vol. Dus het is vooral veel YouTube filmpjes kijken, fora lezen en trial and error. En vooral die laatste, zoals de vaste kijkers weten, laat ik vaak zien in mijn filmpjes. Want daar leer je het meeste van, denk ik. Tenminste, ik wel. Ik weet niet hoe jullie dat vinden, maar tot nog toe lijken jullie dat wel te waarderen. Nou, haal de verf aan de buitenkant eraf. Het is even een trutwerkje. Dit is dus handmatig. Wat ik vaak doe bij grote schoonmaak, je ziet ook dat er hele plakaten verf afkomen. Hè? Als je op mijn vinger kijkt, dat kwam net uit dat potje. Wat ik ook vaak doe om het goed schoon te krijgen is dat ik dit in een ultrasoon stop. Dan gaat hij nog leger. Je ziet hier binnen zie je een rand zitten met verf. Dit cupje gebruik ik vooral voor primers. Dus dan is het niet zo heel erg dat er een randje zit. Nadeel van zo'n rand is, hij kan los gaan laten en dan komen er weer verfstukjes in je spuit terecht. En eenmaal in je spuit verstoppen ze de nozzle. Ja, en dat wil je voorkomen. Dus eigenlijk wil je dit ook zo goed mogelijk schoonmaken. Maar ja, wat ik zeg, hoontje is soms lui. En dan blijft er wel eens wat in zitten. Nou, de buitenkant nu is al een stuk toonbaarder. Oh, nog een beetje. Maar hij is al een stuk toonbaarder dan daar straks. Dit hebben we ook schoongemaakt. Dan is het zaak om de airbrush, als je hem goed leeggespoten hebt, uit elkaar te gaan halen. Wat ontzettend belangrijk is, wat ik niet genoeg kan benadrukken, is dat op het moment dat je dit uit elkaar gaat halen, je altijd begint met de naald te verwijderen. Niet denken, oh, ik schroef het dit eventjes af. Ik zal het nu even fout laten zien. Als ik deze namelijk afschroef, is mijn naald helemaal bloot. Als ik hem nu laat vallen, of als ik er nu tegenaan tik, doe ik mezelf pijn. Maar nog erger, de naald kan beschadigen. Dus mocht je nou per ongeluk toch verkeerd om begonnen zijn, stop met wat je aan het doen bent. Haal je kontje los van je spuit en trek er de naald voorzichtig uit. Doe dat in een vloeiende beweging en leg hem ergens neer waar hij niet snel kapot kan gaan. En niet zoals ik nu, midden in beeld. Nou, deze onderdelen zijn ook vies, dus we hebben geen lucht meer nodig. Die halen we er even af. Leg hem even neer. Dit kunnen we allemaal uit elkaar halen. Wat belangrijk is als we het goed schoon willen maken. De
het trekkermechanisme. Ik heb daar veel problemen mee gehad bij mijn hangglider Steinbach. Ik ben verschillende keren ook terug geweest naar naar Almere, naar de airbrush service. Gewoon omdat hij niet wilde wat ik deed. En toen bleek dat dit bolletje, deze, die was beschadigd. En dat lag niet aan mij, dat lag gewoon, het was een maandagochtend model, zeg maar. En dat maandagochtend model, ja, had ik even pech mee. Nou, we zien hier, zien we een hoop verf op zitten. En we gaan even kijken of we dat eraf kunnen krijgen. Gewoon door handmatig gebruik. Ik gebruik even het bakje van de ultrasoon. Zonder dat ik hem aanzet. Maar anders heb ik geen wastafeltje hierboven. En dan kan ik niet laten zien hoe het werkt. Zo. Ja, je kunt hier ook een borsteltje voor gebruiken. Een tandenborstel. Een sponsje. Wat ik ook vaak doe, is dit soort doekjes. Dit zijn van die multipurpose poetslapjes. Heeft een andere naam, maar kan er even niet opkomen. Nou, en daarmee ga je gewoon lekker poetsen. De grote onderdelen, zoals de hendel die ik nu in mijn handen heb, die kun je gewoon grof vastpakken, zeg maar. Daar kun je echt even goed op schrobben. Ondertussen even aan het zoeken naar een borsteltje. Ik had altijd een tandenborstel om dingen mee schoon te maken. En oude tandenborstels, onmisbaar voor de bekende hobbyisten. Maar met wat kracht zetten en een doekje komen we ook een heel eind. Met een borsteltje moet je uitkijken dat je niet je airbrush pistool zwaar beschadigt. Hè? Dus ik heb wel eens iemand in een YouTube filmpje een pannensponsje zien gebruiken. Dat is eigenlijk een metalen schuursponsje. Ja, als je dat doet, dan gaat dit chroomlaagje, ben je gewoon helemaal kwijt. En dat kan niet de bedoeling zijn. Nou, met een wattipje doe ik eventjes de plekjes die het meeste aangedaan zijn. Dit is overigens wel grote schoonmaken, jongens. Kleinere schoonmaken is kan veel sneller. Dat is misschien ook wel een aparte video waard. Waarbij je dus alleen eventjes de naald schoonmaakt en de nozzle. En even met een ragertje de gangetjes schoonmaakt. En dit is, dat doe je bijvoorbeeld tussen het wisselen van verfkleuren. Of wanneer je, zoals ik ook wel vaker heb, een verstopte spuit krijgt. Nou. Kijk, de Evolution is weer mooi schoon. Er zitten nog een paar spettertjes op, maar ik doe het er maar mee. Doe ook even het kontje. Zo. Je ziet eigenlijk die verf in het water, het is wateroplosbare verf, zie je eigenlijk al loskomen. Nu is het wel zo, er zat een uur tussen het schoonmaken en het spuiten. Ik weet niet wat er gebeurt als je dit weken laat wachten. Of je dan de verf eraf krijgt of niet, dat weet ik niet. Die ga ik niet uittesten. Mocht je dat zelf uittesten en je gaat chemicaliën gebruiken om de boel schoon te maken, dan hoop ik dat je je ruimte goed blijft ventileren. En gewoon heel erg oplet met wat je doet. Goed. Alle grote onderdelen zijn nu klaar. De nozzle.
Ik heb hem hier even als één geheel. Fout die veel gemaakt wordt, is dat dit schoongemaakt gaat worden. En dus mensen denken, oh, ik heb hem helemaal schoongemaakt. Nou, poetsen, poetsen, poetsen. En je ziet al dat hij beweegt. Je ziet al dat hij draait. Kijk. Het kan er dus af. En dan zie je eigenlijk hier... Zie je heel veel verf zitten. Dat wil je weg hebben. Dat is verf, die wil je kwijt zijn. Kijk, dit moet mooi glimmen. Mag niets van verf in de buurt zitten. Door dat kleine gaatje daar. Oh. Door dit kleine gaatje. Daar komt de verf doorheen. Zit daar dus verf in de weg. Dan hebben we een probleem. Die laten we even weken. Ook aan de andere kant kun je het kunnen zien. Hier zit dus ook allemaal verf in. Wat ik altijd eerst doe, mijn wattipjes passen daar. Maar duw niet te ver door. Als je dit schoonmaakt en je duwt door, dan komen er weer haartjes in. Dat willen we niet. Je ziet ook aan mijn wattipje dat hij ingeduwd is. Wat we dan willen gebruiken is dit ragertje. Beetje nat maken. Gewoon erin zetten. En een beetje op en neer bewegen. Dan halen we een heleboel troep weg. Ook weer laten drogen. De spuitmond. Oh. Glibber glabber. Er zit bij mij ook vaak heel veel verf in. Het zijn kleine onderdelen. De camera heeft er een beetje moeite mee. Er zit bij mij ook vaak veel verf in. Dus dat is ook wel gedoe om goed schoon te krijgen. Ultrasoon kan je daar heel goed bij helpen, jongens. Echt waar. Door de geluidstrillingen in zo'n ultrasoon. Die trilt er gewoon alle verfresten uit. Dat is gewoon zoveel fijner. Ik ben hier overigens gewoon met water bezig. Wat je ook kunt hebben, is dat je daar dus de airbrush cleaner doorheen doet. Nou, airbrush cleaner doe je dan in een ratio van 1 dopje op een liter water, geloof ik. Dat is al erg veel. Ook weer met een ragertje. Trouwens, dit schoonmaken. Een dopje op een liter water is ruim voldoende. Dus je doet vrij lang met zo'n flesje. Doordat airbrush nieuw is en ik er vrij veel mee bezig geweest ben. En ook gewoon een keer lomp geweest ben en het potje omgestoten heb. Heb ik dus weinig meer op voorraad. Ze hebben ook grote flessen van een liter. Kun je kopen in Almere. Ja, dan hebben we het echt over professioneel gebruik. Dan ben je echt... dan ben je heel veel aan het airbrushen. Zoveel airbrush ik niet. Ik heb ook gewoon nog een baan naast Hoontje. Dus ik zou willen dat ik daar tijd voor had. Maar... Nou. Er zijn verschillende ragers. En al die spuitmondjes wil je ook ontdoen van verf. Het is best wel gedoe, grote schoonmaak. Maar je hebt er zoveel profijt van. Als je je airbrush goed onderhoudt, gaat hij je hele leven mee, zeggen ze. Ik ben er inmiddels wel in gaan geloven dat het ook echt zo is. En natuurlijk, het ligt er ook aan welke kwaliteit je koopt. Ik ben meteen begonnen met een Henkler & Steinbach. Je hebt natuurlijk ook van Fenga de Chinese tegenhangers. Hoor ik hele wisselende geluiden over. Heb ik zelf nooit gebruikt. Wel een keer bij een demonstratie in mijn handen gehad. En toen had ik echt zoiets van, ik heb iets plastics in mijn handen. Word ik hier blij van? Nee, word ik hier blij van.
Ga ik hierin investeren in de zin van een pistool kopen van 130 euro? Ja, kan. Maar ja, inmiddels zijn de Henkler en Steinbachs ook 130 euro. Ondanks dat overal alle prijzen door het plafond gaan. En dacht ik van ja, weet je, dan gebruiken we gewoon even een merk wat goed aangeschreven staat in een winkel die goed aangeschreven staat. Ondertussen, terwijl ik zo'n beetje aan het keuvelen ben tegen jullie, zijn we het spuitmondje aan het schoonmaken. Ik neem daar ruim de tijd voor, omdat daar gewoon heel veel verf in zit. Nogmaals, dit is grote schoonmaak. Tussendoor, tussen verfkleuren wisselen, doe je dit natuurlijk niet. Dan is het eventjes spuitmond schoonmaken. Niet zo uitgebreid als dit, maar een wat stuif er doorheen. Zorgen dat de verfkleuren weg zijn. En ook zorgen dat de verfgang in het airbrushpistool verfloos is. Zodat je geen vermenging krijgt. Dus, het voorbeeld, ik heb nu met rood gespoten en met primer. Nou, op het moment dat ik die primer klaar ben en ik wil dan een model gaan spuiten in de kleur die hij moet krijgen. En ik pak dan opeens alle verf, alle primer er weer overheen. Ja, dat willen we niet. Nou, hele belangrijke. Op het moment dat we het pistool, zeg maar het geraamte of ja, de basis schoon willen maken. Je ziet hier nog een verfgang zitten. Dan kan ik hier als een malle in gaan proppen. Maar als ik er deze zo in stop, dan duw ik verf die hier er doorheen komt naar achteren toe. Naar het trekkermechanisme wat hier zit. Dat trekkermechanisme, hier wil ik geen verf hebben. Hier moet schone lucht door mijn airbrush die kant op gaan. Dus, je kunt dit schoonmaken, maar doe dat met beleid. Heel voorzichtig, een beetje bovenin kijken hoe ver kom ik. En dan zie je eigenlijk dat je hier het topje van je borsteltje hou je in de gaten, terwijl je op en neer gaat. Andersom, voorzichtig er doorheen. En dit ragertje, je hebt ook pijpenragers, kun je allemaal gebruiken. Maar let dus op, als je hier onderin prikt, als ik hier doorstoot als het ware. Als ik nu door zou duwen, dan duw ik hem er zo in, dan duw ik hem dus voorbij het verfbakje en dan zit het puntje hier. Alle verf en zo zit dan ook daar, dat willen we niet. Nou, even visueel checken. Ook hier zit weer een afdichtingsringetje. Moet ook één keer in de zoveel tijd vervangen worden. Nou, we hebben nu alle onderdelen behalve de trekker hebben schoongemaakt. En dan kunnen we hem weer assembleren. Dan zul je zeggen, hey hoontje, je vergeet de naald. Dat klopt. Wat ik zeg, daar willen we voorzichtig mee zijn. Dan gaan we het lichaam weer in elkaar zetten. De trekker zetten we terug. Elke airbrush is anders. Test dit. Echt. Zo belangrijk. We kunnen nu
het hoedje, zeg maar, de nozzle kunnen we nog niet terug opzetten. Wat we hiermee gaan doen, is aansluiten aan de lucht. We sluiten hem even aan aan de lucht. En dan kun je hem van binnen droog blazen. Kijk, je ziet, er komt nog best wel wat vocht uit. En ook wat viezigheid. Dus op het moment dat ik daar mijn nozzle op heb zitten, dan blaas ik dus alles door dat kleine gaatje en raakt hij weer verstopt. Dus wat heel belangrijk is, dit droog blazen. Ik kan er nu ook gewoon mijn vinger tegenaan houden dat de lucht hier boven langs eruit gaat. En dan zie je soms belletjes. Pak je een droog wattenstaafje. Doe je dat nog een keertje doorheen. Yes. Dus dan is deze is klaar. Ik hang hem dan terug op de standaard. Doe ik even buiten beeld, maar dan ligt hij veilig. Oké, de twee meest kwetsbare onderdelen dan. De naald. Zoals je ziet, ik weet niet of het te zien is op beeld, maar hij is behoorlijk vies. En het binnenwerk van de nozzle. Met een heel teer puntje. Hier zit een puntje op, daar boven mijn duim. Dat is heel teer. Er zit een heel klein gaatje in. Wat heel belangrijk is, is als je dit schoonmaakt, dat je heel goed uitkijkt. Want dit zijn de onderdelen die het meest kapot gaan, waar scheurtjes in komen. En op het moment dat dit kapot is, werkt je airbrush pistool gewoon niet goed. Ragertje, voorzichtig op en neer bewegen. Dan zul je zien dat je er nog best wel wat kracht op kunt zetten. Het is een soort messing geperst busje. En dat ja, gaat gewoon heel snel kapot. Als je daar lomp mee omgaat. Of zoals mijn vrouw wel zegt, op zijn hoontjes. Dat is het teken dat ik weer eens dom bezig ben geweest. Of te lomp bezig ben geweest. Dit is ook weer een afdichtingsringetje. Zit er ook weer opgeklemd. Laat ik erop zitten. Is goed intact. Zo. Wanneer dit klaar is, gaat dit hierin. Onze schoongemaakte nozzle. En die schroeven we hierop. Je ziet dat de naald nog helemaal niet terug is. Dit is de goede manier. Ook hier, als je begint met je naald, je eindigt met je naald. Niet andersom. Dan beschadigt hij gewoon als je hem erop draait. De naald aan zich. Moet je heel goed mee uitkijken. Want als het puntje verbuigt, gaat de verf ergens anders naartoe. En dat wil je niet. Dus ik doe die eigenlijk altijd in de ultraschoon schoonmaken. Haal hem er recht doorheen. Een paar keer. Niet terugduwen. Niet denken, oh dat lukt wel, doe ik even. Allemaal niet doen. Erg slecht idee. Gewoon een paar keer microvezeldoek. Dat was het. Kon er straks niet op komen. Een beetje draaien en zorgen dat je er recht doorheen gaat. Ga je namelijk duwen, prik je in je vinger. Het is een naald. Kan je door een roosje wel trusten. Daarnaast willen we natuurlijk niet dat dat puntje, dat die punt beschadigt. Willen we niet. Als we nu het pistool hebben. En de naald. Dan willen we die er zo in stoppen. Maar dit is metaal in een nauw gangetje. Stel dat hier verf op komt, wat vastklontert. De verbinding hier binnen is zo smal dat die verf dan aan twee kanten vastkomt. Met als gevolg dat jij je naald er niet meer uit krijgt.
Je trekt hem krom. Ik heb YouTube filmpjes gezien van mensen die met een combinatietang achterop de naald gaan trekken om hem eruit te krijgen. Ja, dat moet je gewoon niet willen. Dus, daar heeft iemand iets op bedacht. Namelijk zuurvrije vaseline. Voordeel van zuurvrije vaseline, door de zuren die er niet in zitten, hè, check check, zuurvrij, wordt het chroom niet aangetast. Maar binnenin ook jouw teflon of je rubberen ringetjes worden ook niet aangetast, waardoor ze langer meegaan. Kun je gewone vaseline gebruiken? Jazeker, maar dan moet je dus vaker je teflon afdichtingsringetjes gaan vervangen. Of het binnenwerk van een pistool. Ja, daar moet je afvragen of je dat wil. Wat ik vaak doe met de naald is gewoon over het deksel. Op de deksel doe ik wat schone zuurvrije vaseline. En dan draai ik hem gewoon rustig rond terwijl ik hem er voorzichtig overheen haal. Probeer te voorkomen dat er aan de voorkant hele dikke klonten vaseline aankomen. En anders pak je hem vast, heel voorzichtig. En één beweging haal je de vaseline weg. Zo. Beweeg ook altijd van de punt af. Dus doe dit. Doe niet dit, want dan verdwijnt hij in je vingers. En wat ik zeg, ken je door een roosje. De naald gaat in het achterste voorzichtig doorduwen tot hij niet meer verder gaat. Je voelt iets van weerstand, dan komt hij eigenlijk hier er voorbij. Daar duw je hem voorzichtig doorheen. Niet door willen duwen als het niet meer gaat. Als hij vast zit met één vinger, draaien we hem vast. Ik zet mijn verlengstuk ertussen. Kontje eraan. Bekertje kan erop. Als ik weet waar het is. Bekertje kan erop. En mijn airbrush pistool is weer good to go. Dat was hem weer. Heel erg bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet hem vooral niet te liken. En wil je niks meer missen op mijn kanaal? Subscribe dan. Ik probeer ieder modelbouwseizoen in ieder geval om de maand een video te uploaden. Dat kan echt van alles zijn. Airbrushen, modelbouw, techniek, noem maar op. Ik vond het leuk dat je hier was. En wellicht tot een volgende keer. Houdoe!